Hallo allemaal, Tom de Wal hier van Runners. Ik zit hier op mijn uh, net nieuwe kantoor. We zijn uh, net verhuisd naar een uh, grote kantoorpand, omdat we er niet meer in pasten. Uh, gelukkig uh, gingen de buren eruit voor ons, dus uh, we hebben er een kantoor bij naast ons huidige pand tot ons nieuwe pand af is. Maar waarvoor ik deze video wil opnemen, is om je uit te nodigen voor de Blast Conference van 8 tot en met 11 december. Ik had net even een gesprekje met uh, een van onze teamleden. Uh, die de worship gaat doen. En ik ervaar zo in mijn geest. dat God iets bijzonders gaat doen. Iets lekker niet-Nederlands gaat doen. op de Blast Conference. Waar we gewoon een geweldige tijd gaan winnen. tegenwoordigheid van God. Waar we hebben bemoedigd, geïnspireerd gaan worden. waar ons geloof gevoed gaat worden. voor de zegen die God klaar heeft liggen. Ik geloof het beste moet nog komen. Ik geloof dat God dingen klaar heeft liggen. die we nog niet hebben ontvangen. En ik geloof dat we daar geïnspireerd, bemoedigd in kunnen worden. dat we ons geloof daarvoor kunnen bouwen. en dat het gewoon goed is. Zeker in deze tijd. met angst, zorgen en allerlei dingen die de wereld op ons afvuurt. Om als kinderen van God te verzamelen. En bewust te zijn van de zegen van God. En daarin geïnspireerd te worden. En ik ervaar zo in mijn geest. En ik zie er zo ontzettend naar uit. Het gaat echt heerlijk worden. We gaan geweldige knalworship hebben. Ook rondom het thema. To bless, to be stressed. En waarin we gewoon zo'n tijd gaan hebben. Waarin God, ik weet, ons gaat verfrissen en opbouwen. Dus zorg dat je erbij bent. 8 tot en met 11 december. In het midden van het land. Probeer zoveel mogelijk dagen erbij te zijn. Bij de Blessed Conference. In Ede. Maak je agenda vrij. Zorg dat je erbij bent. Dat je erbij bent en je gaat echt iets meemaken daar. Ik heb er ontzettend veel zin in en ik hoop jou daar te zien. God zegen.